Ja. Meisje. Oh, groot kind, hè. Lief, hè. Kom ik erachter dat de telefoon het boven niet meer doet. Er staat niet beschikbaar op. Dus je hoort beneden de telefoon gaan, maar ik ga niet heen en weer vliegen. Ik ben geen telefonist, hoor. Nee. Dat twee gemist oproepen, wie weet ik niet. Ja, lieve vrienden, ik ben met Rijk al uit geweest. Het was inderdaad Karin, hè, die gebeld had 2 keer. Dus die heb ik teruggebeld, heb ik eventjes mee zitten te praten. We hebben gegeten, Rijka is uit geweest. Dat is helemaal weer schoon, spik en span. Enkel, ik heb de vavers nog niet draaien, want de bovenla is nog niet vol. Nee, nou dan ga ik hem niet draaien, vind ik zonde. Ook de bovenla moet vol zijn, ja. Vind ik zo van mijn water. Ja toch? Ja. Ik ga zo meteen eventjes de computer aan doen. Ik zal eerst even wat anders doen. Want ik had gisteren boodschappen gedaan en een potje met kruiden gehaald. Maar dan moet het dingetje er even af. Ja, Marjolein. Dat is lekker over de patat. Als je patat bakt, patatkruiden halen of frietkruiden. Het is maar net hoe je het noemen wilt. Ik weet niet echt hoe het heet. Ik zal even kijken voor jullie. Ik denk deze gelijk opruimen. Patat en frieters. Dit potje. Hier strooi je wat overheen. En van die strooi je er wel wat overheen. En dan desnoods met je handen even omscheppen als je al op je bord hebt. En dan met een vork of een lepel of wat dan ook. Dat even goed door elkaar heen komt. Ik doe het gewoon met mijn handen, want ik eet het ook met mijn handen. Nou en dan is het lekker. En geen zout, want dat zit hier allemaal in. Ja. Dat is heerlijk. Ja, echt wel. Nou, dan kan dat er weer in. En dan kan die er ook weer bij in. Moet ik even een paardje dan. Zo, ook klaar. En dan kan dat weg. Hé, Rijke? Hé, nou? Ja, hé. Sta je er lekker? Sta je er lekker? Hé? Goed meisje. Goed meisje. Ja, al die 7 maandjes oud. Boe, wat gaat dat hard. Hé? Ja. Lekker ding. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zal de computer aan vandaag gaan doen. Want ik ga nou niet naar boven toe om die telefoon boven te brengen. Dat komt vanavond er zelf wel mee. Ja. Ik kan het gelijk in zijn houder. Hij doet het in ieder geval weer. Ik moest een nieuwe batterij in. Ik kreeg hem echt met moeite open. En dus, maar komt allemaal goed. Het is koud. Als jullie al naar buiten moeten en nog niet buiten zijn geweest, trek wat warmer aan, want het is echt koud. Ja, en een harde wind. Dus moet je fietsen of moet je lopen, denk erom. En ben je met de auto, denk om de rukwinden, want ook die zijn er aanwezig. Terwijl het nog niet een storm echt is. Zoals, hoe heet dat ding ook weer? Kiara en Dennis. En Ellen komt er nou weer aan met komend weekend. Nou, het gaat goed hier ook, hè? Ja. Dus, maar oké, we zullen beleven hoe Ellen zich zal gaan gedragen. Ja, dat... Rijke! Mal meisje! Jongen, nog aan toe, je bent maar een mal meisje hoor. Ja! Voorpoten op de kachel zit zeker koude poten en zo. Kontje op de vensterbank. Wat? Maar dat is zijde.
mal meisje. Maar oké, ik zal er even naartoe voordat dat de boel omvalt. En dat moet maar niet. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik zat nog even na te zuchten. We zijn net weer binnen, Rijke. En ik kom even weer gelopen. Weer even iets langer gemaakt, maar het is er wel een roetje koud hoor. Mijn hemel, nog een toe. Ga je er al weer van maken, Rijke? Ik heb hem schoongemaakt vanmiddag. En dat valt ook zo op de vlog te zien. Ja, nou ja, daar eerste neusje zat er alweer op. Want kan dat u wel vanmiddag binnenkomen en dat ziet ze vanaf de bank, dus rr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 
ik het of ik anderhalf en soms van eeuwen die is er ook wel eens op. Maar ja, oké, dat hou je met dieren en dan moet je geen dieren nemen, weet je. Ja, dat is net zo goed met haren. Als ik bezoek krijg, prima, maar ze weten dat ik dieren heb. En nou, ik heb wel wat knappe kleding aan, je hoeft niet in een schilderstenu te komen. Maar ik bedoel, ik heb ook goede kleding aan, maar ik neem Rijke ook op schoot. Behalve wanneer ze buiten in de modder is geweest, dat het blubberig is en dat het nat is, dan mag ze niet, nee. Dan neem ik gewoon mijn deken op schoot en klaar. En een handdoek er desnoods erbij, maar dan komt ze niet zo op mijn kleding. Ook al kennen mensen zeggen van ja, dan moet je dat niet aantrekken. Ja, zo ben ik. Ik hou niet van slordigheid en vies en rare kleding aan. Nee, ik moet netjes wezen. Zo ben ik nou eenmaal. En ik baal er al van dat mijn vloer er zo uitziet. Maar ik heb ook geen geld ervoor om dat te laten repareren of wat dan ook. Daar heb ik gewoon het geld niet voor. Net zoals mijn muur. Nou, dat moet nodig weer aan de behang op of gesausd worden. Maar onder de tafel, dat had Frodo al gedaan met zijn kwispelende staart. Toen met die andere eethoek, daar stonden gewoon vier poten onder. Wel een ronde tafel, maar met vier poten. En dan kon hij dus wel in die hoek gaan leggen. Nou, de hele behang is kapot geswiebeld door zijn staart. En ja, daar is een heel stuk weg. En dan staat die eethoek er wel en dat valt zo niet op. Maar ja, je weet het, hè? Ik weet het. Ja, en er zijn meer mensen die het weten. Maar ja, dan moet ik hulp hebben, want die hele muur moet leeg. Kan ik niet in mijn eentje. Nee, dat lukt mij niet. Nou, en dan moet er dat behang eraf. Dan moet ik geld hebben voor iets anders. Of het zij een nieuw behang, of het zij saus. Dan heb ik in de schuur een heel mooi apparaat staan. Die kan ook spuiten. Dus ja, daar kan ik niet meer even weg, want ik weet niet hoe het werkt. Want die kan ook lucht in banden pompen. Ik weet niet hoe dat moet. Dus, maar ja, komt allemaal wel goed hoor. En anders maar niet, heb ik pech. Ik bedoel, ja, verder ben ik netjes en schoon. Op mezelf en op mijn dieren en op alles. Het is enkel die muur en de vloer. Nou ja, ik heb het geld er niet voor. Nee, dus ja. Ook maar een actie beginnen. Ja? En ik kan moeilijk mijn eigen aanmelden voor bij Help, mijn man is een klusser. Mijn man was een klusser, ja. Die mocht graag bezig zijn. Enkel, hij deed er iets langer over. Maar nooit, ja, ik bedoel, hij liet het niet leggen. Waar een gezond iemand een dag over deed, deed hij misschien een week over, maar het kwam wel af. Nu staan het project er nog steeds 3 jaar bijna stil. Omdat hij er niet meer is. Maar er is ook helemaal niemand die weet hoe het verder moet. Dus ja, ik zit eigenlijk te denken om het een en het ander maar te gaan te verkopen.
Maar dan moet mijn liefhebber de dochter Karin weer even lief aankijken. En eens even vragen hoe ik dat het beste kan doen. En waar, op welke app het kan. Ja. Ik weet het niet. Misschien zijn er wel appen ervoor. Want zit je het op Marktplaats. Ik heb ook die kleine home trainer op Marktplaats gezet. Af en toe krijg je wel eens de vraag van, is die er nog? Ja, hij is er nog. Oh, mijn man die vindt het toch niet goed. Of dit, of dat, of het is te duur. En ja, nou, het is niet leuk, weet je. Ik heb wat vergeten, de grond terug te zetten, dat komt zo wel. Dus ja, daar kan ik ook allemaal niks aan doen. En ik zal me wel weer eens een keer erin zetten. En dan, maar dan probeer ik dat op een andere manier op te lossen. Ja, ja meisje, ja, jullie krijgen ook zo eten, hè? Het is 18:21, is jullie tijd bijna. Ja, wat verdikkie, hè, meisje. Ja. Oh, wat zie ik toch, hè? Hier. En dan komt de reclame binnen of zo. Zij staat te kwispelen. Wat was dat? Nou, dat je mooi bent, dat wist al. Ja, hoef je eigenlijk zelf niet te bewonderen in de camera. Hé? Mwah. Lekker ding. Hé, maar ik wil die plant even terugzetten, mag dat? Zo, dan zitten we daar neer. Die zal ik eerst afknippen, want dat ding dat wordt ontzettend lang. Ja. Oh, gaat ze. Het is ook zo'n boefje. Je bent ook zo'n boefje. Rijka. Ook zo'n dikke boef, hè? Ja, je bent een boefie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En als jullie nog eten moeten, smakelijk eten, bon appetit. Ik ga mijn snack zometeen weer opwarmen, broodje erbij. Lekker, heerlijk. Koffie erbij, wijntje erbij. Hé? Ja. En jullie eerst eten geven. Ook dat. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reet. Schrik niet, 3:11. Maar ja, vind het toch niet? Nee, ik ben toch alleen. Althans, met de diertjes, maar ja, dat boeit hun niet. Maar ik ben vanavond wel knap geschrokken met Rijka. Rijka die wou naar buiten toe. Prima, mag. Ze mag even de tuin in, even met de blaadjes spelen en doen. Ja. Op een gegeven moment hoor ik haar janken. Ik denk, wat is dit dan? Dat ik kijk door het raam van de tuindeur. Ik denk, waar is ze dan? Dat ik die deur open. Zit ze in een moestuin, in die kooi. De katten kunnen er niet eens in komen. Dat hoe zij er is ingekomen, ik weet het niet. Ik hoop dat morgen een beetje knap weer zal zijn, even. Zodat ik er wat lekkers in kan leggen voor haar. En dan hoop ik dat zij diezelfde route weer gaat doen. Dan weet ik waar ik wat aan doen kan. Want ik wil niet hebben dat ze erin komt. Nee, want ze konden er niet, wel in komen, maar er niet uit. Ja, hoe heeft ze het gedaan? Ik weet het niet. Dus ik ga die kooi ook helemaal na die tijd nalopen. Zijn er nog meer kiertjes waar je doorheen kan? Er heeft wat open gestaan, anders komt zij er niet in. En de deuren waren dicht. Dus ja, hoe en wat? Ik weet het niet, maar ik ben me wel wat geschrokken. Het regende ook en het begon steeds harder. En ik denk, ja, ik kan een beetje niet laten zitten. Dus ik heb mijn stok gepakt en alleen mijn vest had ik aan, meer niet. Dus ik ben er naartoe gegaan. Ik heb de deuren voor haar geopend. En ja, toen kon ze eruit, maar ze zag er niet uit, jongens. Nee. Drijf door nat, ik heb er helemaal op moeten drogen. Een beest, ja, ik snap er niks van. De katten komen er niet in, want die kunnen er niet in. Dus hoe komt zij erin? Joost mag het weten, maar ik weet het niet.
Maar ja, we zullen proberen om daar morgen achter te komen. We gaan nu naar beetje Verenwerken, dat niet de kussensloot. Want ik moet nodig zien te proberen te gaan slapen, want ik moet op tijd eruit. Want rond een uur of half elf, elf uur, komt Rebecca weer. Als ze tenminste gezond is en niet ziek. Hou ze op. Ophouden. Niet doen. Dus ja, ik zou zeggen ook tegen jullie, welterusten, lekker slapen. En morgen over een aantal uurtjes weer gezond op en we zien elkaar dan weer. Doei, doei, doei!